Een hele goede avond. En leuk te kijken deze nieuwe video. En deze keer vertel ik natuurlijk, en nu natuurlijk maar dan vertel ik gewoon welke creatures ik nu af en toe naar kijk op Insta. En ik heb er 2 of 3, ik weet het niet meer zeker. Welkom, ik ben natuurlijk lang genoeg en welkom bij deze video. About me, from time to time. Before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Voordat ik jullie ga vertellen welke creatures ik nou af en toe bekijk, wil ik jullie graag vragen om een duimpje omhoog te doen op deze video en te kunnen abonneren als je nieuw bent en natuurlijk belletje aan te klikken. Nooit notificaties bij mijn kanaal. Dat zou ik echt leuk vinden en ja. Ik begin met de persoon, wat dat is, Thiel van Doren. Thiel van Doren is een YouTuber, maar ook een blogger en ook een beetje op Instagram en dingen. YouTube kanaal komt inderdaad terug van pas een kreetje van de maand, maar dit keer een keer. Dan wil ik nu maar kijken of het in Insta. En we beginnen vandaag met Chill. En Chill is een ondernemer die staat op de bedrijfspagina van Insta. En hij knalt ook geverifieerd. Dus het is een blauw puntje aan de achterkant van de naam. En het heeft allemaal leuke foto's. Van nu en van vroeger. En ook al vroeger kende ergens. Zo, ja, zo is het ook leuk om even naar te kijken. Naar foto's en ook even Insta-stories op die punten. En dat zijn er 4, maar dat doet meer, maar maakt niet uit. Ze volgen wel een paar op mensen die ik ook volg voor Joni. De deur draait door met Joni. En een café, een café. Dat doet ik ook meer 17 andere. Dus ik had zoiets van, ja, een keer leuk om eens een keer een Insta-account van dit moment te doen. Dus waar ik nu naar vaak naar kijk, ik dacht, het is een keer lang geleden om dat een keer te maken voor jullie. En ja, en dan heb ik nog eentje voor jullie ingedacht. Oh ja, meer om naar goed te kijken. Ik ben het al omdat je niet zo meer om wil gaan. Naar te kijken is de dokter van Lavenkerkjes. Die ook vloggers zijn, mini-vloggers. En ik volg ook bijna niet meer, omdat ik gewoon vind dat ik zoveel niet op YouTube meer zit. En dan abonneer ik vaak niet meer op kanalen waar ik ook geen tijd voor heb. Dus dan kijk ik ook gewoon naar haar Insta-pagina. Dat post elke dag of zo. Dus kijk of dat altijd bij jou. 15 jaar oud, Nederlands. En ja, het is best wel een leuk kanaal. Ze is echt aan het zwarte door, vind ik. Ook hele leuke foto's van haar. En ja, best wel jong vind ik zelf. Ja, dat zijn ik wel leuk gevonden. Ik mag het wel leuk vinden, maar ze zijn iets jong voor 15 jaar. Dat geef ik gewoon eerlijk toe, dat ik wel overwacht. Ik ben een beetje nou op mijn fiets te scrollen. En ik heb ook dezelfde foto's die ik. Al de background. Dus ja. Dat een beetje, dat zijn de leuke kanalen op Insta waar ik nu vaak naar kijk. En ja, heb je nog leuke suggesties om een video te maken of wat dan ook. Laat dat zeker weten in die onderin de beschrijving. Of zet het in Insta DM of Twitter DM. Kan natuurlijk ook altijd alle linkjes ervan. Van mijn socials vind je hieronder in de beschrijving. En dat zou ik zeggen mensen. Vind je het gewoon leuk? Zo ja, dan zeker een linkje bij me omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Zit je elke dag om 6:30 nieuw vlog. En om 8:00 een nieuwe deze video. En dat zou ik zeggen mensen. Tot de volgende.